Wat zullen we doen? Eerst even met elkaar herrie maken of eerst het verhaal? Eerst met elkaar herrie maken. Eerst met elkaar herrie maken? Goed zo. Kom maar even staan. Ja, zullen we dan een beetje een kringetje maken dan? Is dat goed? Zullen we dat doen? Ja, nee, niet allemaal gaan zitten. Zo een beetje een grote kring. Kom maar even erbij staan. Kom maar even erbij staan. Want wij kunnen natuurlijk herrie maken door te roepen. Hé! Hey! 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 Nog een keer. 1, 2, 3. Hé! Hey! Goed zo. En nou een korte. Dus 1, 2, 3. Hé! Hey! Prachtig. Ja? Oké, we kunnen herrie maken door te... En we kunnen natuurlijk herrie maken door te... Door te stampen. Maar je kan ook herrie maken door in plaats van hier te klappen, bijvoorbeeld hier te klappen. En dan klinkt het weer anders. Of hier. Ja, of hier. En je kan ook nog, kunnen jullie dat? Ja, dat is makkelijk. Oké, dus we gaan makkelijk beginnen, ja? We doen klap, klap, stamp, stamp, stamp. Klap, klap. Stamp, stamp, stamp. Nog een keer. Klap, klap, stamp, stamp, stamp. Ja? Nou, dat kunnen jullie allemaal goed. Nou, kunnen jullie trouwens ook dit? Ja? Oké, dat doen we. Klap, klap, stamp, stamp, stamp. Ja? Klap, klap, stamp, stamp, stamp. Goed zo. Ja? Dan gaan we klap, klap, stamp, 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 plop. Pom, pom, pom. Ja, dus dan doe je 1, 2, 3. Klap, klap. Ja? Gaan we nog een keer doen. Komt-ie. 1, 2. Ja, je. Oh, jij gaat zitten? Oh, ze moet de rest even. Denk ik, pakken. Nee, ze moet even wat neerleggen. Oké, nou, daar gingen we. Wat hadden we ook alweer? Klap, klap, stamp, stamp, stamp. Ja? Zei ik dat niet? Nee. Wat dan? Even. Klap, klap, stamp, stamp, stamp. Ja? Ja. Oké, nog een keer. Klap, zal ik drie? Zal ik eerst tot drie tellen? 1, 2, 3. Klap, klap, stamp, stamp, stamp. Oké, gaan we sneller, ja? Nog een keer. Ja? Nog één keer? En dan doen we hem twee keer achter elkaar. Ja, we gaan langzaam beginnen. We doen hem gewoon drie keer achter elkaar. We gaan langzaam beginnen. We gaan sneller en sneller en sneller totdat het niet meer lukt. Ja? Oh, nou doe ik het fout. Oh, ja, nog een... doen jou na. Ja, jullie doen mij na. Nou, sorry jongens, gaan we nog één keer. Klap, klap, stop, stop. 1, 2, ah, ik zie wie er nieuw is. Ja. Ja? 1, 2, zijn jullie er allemaal nog bij? Ja. Dan gaan we nog één keer supersnel. Mama, er zijn 6 mensen. Oh, nou, ga lekker zitten. Ga lekker zitten. Spring, spring, spring als het springen. Zo, één zoe voor twee billen. Niet voor vier. Yes. Huh? Oké, zijn jullie er klaar voor? We gaan het vandaag hebben. We gaan het vandaag hebben over liefde. Liefde. En wat is dat eigenlijk, liefde? Ja, roep maar wat. Shh, ga even meedoen. Wat is eigenlijk liefde? Dat is liefde. Dat is liefde. Dat is eigenlijk best wel moeilijk, hè? Liefde is gewoon liefde. Ja, oh, liefde is een dikke knuffel geven. Zie je dat? Dat is liefde. Ja, maar is het ook nog wat anders? Liefde is altijd de afwas voor je moeder doen. Iemand?
Nee hoor, dat is een grapje. Is ook waar. We gaan het er lekker over hebben. En dan straks weten jullie het vast wel beter. Ik ga eerst beginnen met een verhaal. En dat verhaal ga ik even aan jullie voorlezen. Want ik dacht, ik kan het wel vertellen, maar eigenlijk is het voorgelezen veel mooier. Papa, echt, weet je wat Jezus gedaan heeft? Hij heeft mijn bal kwijtgemaakt. Mijn bal, die je voor mij meegenomen toen je zo ver op reis was. De tranen staan in Marius' ogen als hij de kamer binnenkomt gestampt. Ik ga nooit meer met hem spelen. Maar Marius, wat is er dan gebeurd? Zegt papa. Nooit meer is misschien wel heel lang, hè? Ja, nou mama, we waren aan het spelen op een plek waar ze dat nieuwe huis aan het bouwen zijn daar ook. En Jason wilde de bal niet teruggeven en toen gooide hij hem zo in de put. En nou kunnen we er niet meer bij. Nou is die weg. Ai, ai, ai. Papa klopt Marius op zijn schouder. Wat jammer dat jullie de bal nu kwijt zijn. Jullie speelden er zo graag mee en je wil nooit meer met hem spelen. Nou, Marius' ogen worden nog donkerder. Nee, nooit meer. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat je vriend of vriendinnetje zoiets stoms doet, dat je denkt, ik ga echt nooit meer met hem spelen. Iemand ooit wel eens meegemaakt? En meestal doe je het later toch, hè? Maar goed, de verhaal gaat nog verder. Want op hetzelfde moment komt Jason met zijn eigen vader terug naar huis. En heb je leuk gespeeld vanmiddag? Vraagt papa. Nou, Jason fronst zijn wenkbrauwen. Nee, papa. Het was helemaal niet leuk, want Marius die deed zo stom. Hij kan niet tegen zijn verlies en toen werd hij heel boos. Papa trekt zijn wenkbrauwen op. Maar jullie hebben toch altijd zo leuk samen? Wat is er dan aan de hand? Nou, ik was aan het winnen met voetballen. Ja, en meestal wint hij. Maar nu was ik een keer aan het winnen en dat vond hij niet zo leuk. En toen deed hij heel lelijk, want hij wilde de bal afpakken. En dat wilde ik niet en toen gooide ik hem weg. Ja, en toen rolde hij in de put. En we konden er niet meer bij. Ja, weet je, Jason vindt het jammer dat hij de bal kwijt is. Maar eigenlijk vindt hij het meest vervelend dat Marius zo boos op hem is. Hij mag toch ook wel een keer winnen? Waarom moet Marius altijd winnen? En nu? Vraagt papa. Jason had zijn schouders op, ik weet het niet. Wat moeten we nou doen? Zegt papa. Marius is je vriend, hè? Jason knikt. Maar hoe zit dat eigenlijk dan met je vrienden? Hoe moet je dit dan doen? Wat moet je eigenlijk doen als je vriend stom doet? Jason kijkt papa verbaasd aan. Hij haalt zijn schouders nog een keer op. Nou, dan speel je gewoon niet meer met hem. Zoek je een nieuwe vriend? Marius is gewoon stom. Als hij nou misschien normaal doet, nou dan wil ik misschien nog wel een keertje met hem spelen, hoor. Maar misschien, zegt papa langzaam. Maar Jason, vrienden ben je toch niet voor niks? Vrienden geven toch om elkaar? Opnieuw fronst Jason zijn wenkbrauwen. Maar hij kan niet tegen zijn verlies en hij geeft mij de schuld. Dat is toch ook niet eerlijk? Maar ben je dan geen vrienden meer als je even boos op elkaar bent? Nee. Nee, hè? Dan ben je eigenlijk nog steeds wel vrienden. Maar weet je, zegt papa, weet je dat Paulus in de Bijbel schrijft over liefhebben en over hoe je nou goede vrienden kan zijn? Echt waar? Staat er wat in de Bijbel over wat je moet doen als iemand anders stom doet? Nou, een heleboel. Paulus schrijft in de Bijbel over wat liefde is, dat liefde geduld heeft en dat het je helpt om vol te houden. Nu zijn Jason's ogen zo groot als schoteltjes. Maar wat moet ik dan doen? Even is het stil, want papa zegt niks. En Jason is helemaal stil. Pap, we moeten terug. Nog voordat papa iets kan zeggen, holt Jason weg. En hij rent naar Marius. En dan gaat hij naar Marius toe en zegt, Marius, jij bent mijn vriend. Ook al doe je stomme dingen. En Paulus zegt dat we kunnen volhouden. Marius begrijpt helemaal niks van het verhaal. Maar dan legt hij het uit. En hij hoopt dat Jason maar niet meer boos op hem is.
De brief waar het over gaat, dus de brief van Paulus, die staat in 1 Korinthe. En daar heeft Paulus een heel verhaal verteld over wat liefde is. De liefde is geduldig, de liefde kwetst niet iemand, de liefde houdt altijd vol. Heel vaak lezen ze die tekst op een bruiloft. Nou kan ik me voorstellen, jongens, nog heel even, nog een paar minuutjes. Florianne? Nou kan ik me voorstellen dat je wel eens denkt, ja maar dat vind ik gewoon veel te moeilijk. Als ik boos ben, ben ik gewoon boos. En dan heb ik helemaal geen zin om vol te houden. Hoe moet ik dat dan doen? Dat is allemaal veel te moeilijk voor mij. Nou weet je wat dan het mooie is? Die brief hè, die Paulus geschreven heeft, waar staat wat de liefde is. Daar staat eigenlijk ook hoe het is dat God van jou houdt. En eigenlijk het enige wat jij hoeft te doen, is geloven dat wat God zegt, hoeveel die van jou houdt, te geloven dat dat waar is. En dan ga je vanzelf van binnen veranderen en makkelijker iemand anders vergeven en makkelijker niet jaloers zijn. Dus wat ik eigenlijk wil, is dat jullie heel eventjes je ogen dicht doen, zodat je goed naar mijn woorden kan luisteren. En dan ga ik voorlezen wat er in de Bijbel staat. Maar ik heb het stiekem een klein beetje veranderd. Want er staat niet de liefde, maar ik heb ervoor veranderd de Heere Jezus. Want de Heere Jezus is Gods liefde. Ja? Dus doe lekker je ogen dicht. Jezus is geduldig.